is vandaag zondag. Ik ben vandaag jarig. En vandaag is de sneeuwstorm Daisy, toch? Ja, volgens mij Darcy. Hier valt wel mee, maar net was er allemaal drek en drap. We zijn nu onderweg naar de paardjes. We hebben wel alvast gezegd dat als de snelweg er ook zo uitziet, gaan we even aan Daan vragen of zij de paarden kan doen. Want anders is het niet veilig om te rijden. En kunnen we heel makkelijk uitglijden. En dat hebben we liever niet. Zo is het. Dus wij gaan nu even kijken hoe het is. Goed zo. Meteen zorgen dat je je been mooi lang hebt, hè? Zo, je krijgt lange onderbenen jij. Je hebt bijna enkellaarzen. Goed zo. Let op, hou ze mooi recht, hè? En meteen los in je schouder en je elleboog zijn. Goed, ja, en dan druk je met je kuit, druk je daar zo die achterbenen naar voren toe. Zo, hou recht. Ja, en wil je ze ietsje laten buigen, druk ze dan iets om je binnenkuit heen. Om je rechterkuit, om, ja, goed zo. En soepel blijven zitten. Zo, ja, daar. Je geeft richting aan en daar druk je met je kuit naartoe. Denk aan je linkerhand, hè? Goed zo. Ja. Hou mooi recht aan die rechte teugel. Ja, en weer voelen dat ze om je binnenbeen is. Goed zo. Heel goed. Zo, heel goed. Ho, aan die rechte teugel. Zo van hand veranderen dadelijk, Tess. Zo, dat is mooi. Dat is mooi. Blijf zelf rechtop zitten, hè? Zo, ja. En je mag best aangeven waar je die hals naartoe wil. Goed zo. Maar zorg dat het niet ten koste van je zit gaat. Of van de onafhankelijke hulpen van je hand, hè? Goed zo. Goed zo. En meteen weer om je nieuwe binnenbeen. Heel goed. Ja, opzij. Ja, draai maar korter door. Draai maar korter door. Dan kan je een stukje wijken. Zo, ja. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Opzij. 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 En toch dat achterbeen ook nog naar voren. En je hebt het donders druk onderweg. Zo, niemand heeft gezegd dat het makkelijk is. Goed zo. Twee teugels. Ja, blijf rijden. Ja, maak af. Dus niet iets doen en dan het vergeten. Goed. Daar, en zo van hand veranderen. Wat bedoelde ik deze? Als ze dan zo draaft, dan zie je deze hier zo helemaal een rondje worden. Gewapper. Nee, niet gewapper. Gewoon dat die spier aanspant. Ho, stop eens. Loop ik met mijn bord. Maar dan zien we het op de rug. Kijk, als hij dan net zo over de rug is, dan zie je hier dat dit zo opspant. En dat het gewoon hoger wordt? Ja. Wow. Dat hij gewoon die spier boller maakt. Maar kijk, we hebben hier, dat kun je natuurlijk op de camera niet zien. Jawel. Maar hier is het niet bezweet, maar wel heel, nou, wel een beetje bezweet. Ja, wel een beetje bezweet. En we hebben hier... Dat is met zo'n gele. Dan zie je niet zo waar die bezweet is. Hier hebben we zweet. Dus dit zijn de bilspieren. Dan zijn we hier. De buikspier. En dit is het kniegewricht. Dus die hebben we ook lekker gebruikt. En de hals. Kijk, ook helemaal tot hier hebben we zweet. Dus we hebben de hele... Ja, dus we hebben de hele hals hebben we. En ik word dus heel blij als ze hier bezweet zijn. Want dan hebben we dus echt... Vanaf de schoft hebben we hem getraind. Goed zo, dus Tess, dat stukje om het been willen we vooral om nog meer aan haar te vragen dat ze in de lengtebuiging noemen we dat dan. Dus dat ze vanaf haar kont tot aan haar oren gebogen is en dan mooi die rug kan aanspannen. Om nog meer van haar te vragen dat ze zich eigenlijk op wil bollen in haar lijf, waardoor het aan de voorkant nog makkelijker wordt. Dus goed opletten dat ze aan beide kanten, dat je voelt... Ze moet aan je been, hè? Dus het been is altijd naar voren. Maar na het aan het been komt ook het om het been. Goed zo. En op je neus. Goed zo, Tess. Lekker gereden. Ja, ja, goed zo. Goedemorgen, middag, Astrid. Je ziet niet heel veel van mijn hoofd. Ga even verandering inbrengen. Zo, kan deze even weg? Het is vandaag maandag en er ligt nog steeds sneeuw. En dat betekent dat het heel glad is en heel sneeuwerig en drama. Het is weer in tijden
heel lang geleden dat we zoveel sneeuw hebben meegemaakt. En oh kijk, je kan het hier achter ook zien. Kijk, hier binnen heeft niet gesneeuwd. Hier binnen heeft niet gesneeuwd, maar kijk. Hier. Zie je allemaal wit? Dat is allemaal sneeuw. Dat zit aan de buitenkant, niet aan de binnenkant. We hebben het voordeel dat we in de boerderij staan. In de boerderij is het, als het buiten koud is, binnen warm. En als het binnen warm is, is het buiten koud. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik ga vandaag op Roontje rijden. Ja, een Roontje. En Blondie, die wordt vandaag gedaan door Daan. Morgen hebben ze vrij. Ik ga gewoon nu even lekker poetsen en zalen en dat soort dingen. En dan. Laat even hier beneden in de reacties weten wat jullie hebben gedaan met deze sneeuw. Want het is natuurlijk stuifsneeuw, dus ik wil geen sneeuw maken. Zo, het is inmiddels een tijdje later. Ik heb gereden. Ik heb het nog steeds heel erg koud. Roontje is lekker bezweet. Ik heb er heel veel mee gegalopeerd, want het was echt heel erg stijf. Oeh, zo koud. Ik ga snel wat doen. Hoofdband op, Rona, Assa, deken op en dan gaat ze in de stad wonen samen met Blondie. Ja, dat is mijn planning even voor nu. Mijn moeder heeft zo'n gesprek. Ik voel niet heel lekker, ik ben ook een beetje bleekjes. Ik heb gisteren te veel donuts gegeten. En McDonald's natuurlijk ook nog, dus dat was al een beetje veel. Mijn gezicht is koud, maar ik ga er nu even lekker van afzedelen. Het rood. Roze. Het rood. Roze. Rood. Dit dan. Roze. Hou het eens naast elkaar. Dit is roze. Waarom? Het is andere dit kleur. Dit is letterlijk dezelfde kleur. Maar kijk eens, het is andere kleur. Op beeld. Het is donkerrood. Donkerrood. Het is vandaag. Wauw, mooi knop. Het is vandaag woensdag en... Ta-ta-ta-ta. Ik heb een nieuwe poetstas, want hij begon aan alle kanten uit elkaar te vallen. Dus kijk, ik heb ook even anti-klitspray en een... Oh, Blondie weer ook in kijken. Een harde, zachte borstel gehaald. En een paar poetspullen aan mijn moeder afgestaan. Omdat ze wat minder poetspullen had. Dus dan alsjeblieft. Ga ik even op zoek. Kijk, hier is die. Een soort hele grote, zachte, grote borstel. En die vind ik wel heel erg handig. Anti-klitspray. Hier we hebben we ook een keer een heel pakket van gehad. Ik was er zo fan van dat ik het nog een keer wou. Dus hier is het. Blondie haar staart is weer heel erg klitterig. Dus daarom is het ook heel erg fijn om deze te hebben. Ik heb ook gelijk het nieuwe elastiekje, zodat ik weer iedere dag haar staart kan invlechten. Want dat is ook wel weer heel erg handig. Dat beschadigt je staart niet, hè? Ze is vandaag in de knuffelbui. Yay! Nou, dan ga ik even lekker poetsen. Hallo. Je hebt nog 10 minuten. Blondie! Ik ga haar wel halen. Blondie en ik zijn vandaag matchy-matchy met de kleur. Ik ga even zo staan, want anders heb ik tegenwicht. Zacht. Kijk, we zijn matchy-matchy. Hoe leuk! Lekker! Blondie is wel iets donkerder dan ik, maar... We hebben net gereden. Het was alleen een beetje druk in de bak. Dus we konden niet echt filmen. Maar het ging echt heel erg goed. Ik ben super trots op haar. Ik ben zeker wel... Ik ben heel erg trots... Ik ben heel erg trots op haar. Omdat we ondanks deze... drukte en zo en snel wisselen van plannen. Toch het goed lukte. Het is vandaag donderdag. Iedere donderdag spring ik natuurlijk samen met Blondie. Maar nu hebben we het mooie dekje die ik gisteren ook op had. Tadaa. Maar het is een dressuurdekje. Maar het past ook al naar mijn springzadel. Dus ik ben er helemaal blij mee. Gewoon puur omdat hij op allebei de zadels past. En dan ben ik weer mooi matchy matchy. Ik ga nu... mijn beugels pakken, die heb ik even vergeten. Peeskap opdoen. Oh, ik heb een kwartier. Nou, maar kunnen jullie dan even op Blondie passen? Dan ben ik zo terug. Ben ik er. Ik heb hier de beugels. Die ga ik nu even opdoen.
Kijk, hier ben ik met mijn prachtige haar. Maar er zijn hier geen mensenspullen. Dus dan... Kas is hier gewoon aan te kijken van wat doe jij? Nou Kas, welkom in de boerderij. Dan hebben we hier de anti-kletspray. Waarom doe ik dit? We never know. Dan pak ik een paardenworstel. Dat doe ik mezelf aan. Nou, kijk dan, wat goed. Oh. Nou, dus de conclusie is, je kan ook paardenspullen voor je eigen haar of voor jezelf gebruiken. Doe treintjes at home, maar het kan wel. Ik ga hier een commentaar op krijgen, maar ik ga nu maar snel mijn cap op doen, want ja.